Ja jongens, het is weer tijd voor First Look Festival. We staan hier op de epische, enorme stand van Ubisoft. Ja, Leon begint nu extra hard te draaien, maakt verder niet uit. We staan hiernaast natuurlijk ja, Evie en Jacob Fry, hoe vet is dat? First Look, we zijn er weer. Vorig jaar waren we niet zo heel enthousiast over de beurs. Te weinig vernieuwing, een beetje te klein, een beetje te stoer of zo. Dit jaar is dat wel anders, want we kunnen daadwerkelijk nieuwe games gaan spelen. Wij laten jullie in dit item zien wat je allemaal kunt beleven. En natuurlijk de gamers en TukTuk, want wij staan daarachter met onze eigen stand. Hoe vet is dat? Kijk, wat natuurlijk nou nieuw is aan First Look is dat het niet meer gewoon First Look is. Het is First Look Festival geworden. En daarmee steken ze dus een beetje anders in. Ze willen er iets groters van maken dan alleen maar games. Ze hebben wat meer merchwinkeltjes binnengehaald voor goodies, gekke dingetjes, anime, poppetjes, alles. Maar bijvoorbeeld ook ja, e-sports competities, de Black Label e-sports zijn hier aanwezig. En heel veel cosplay. En ik persoonlijk vind dat een hele leuke verandering voor First Look. Het is niet zo bedompend meer, het is niet zo zweterig meer, alleen maar nerdy gamers. Het straalt tegenwoordig vandaag de dag ook wat uit. Een paar leuke cosplayers, het feit dat je een leuk straatje hebt waar je wat gekke dingen kan kopen en naar huis kan gaan met een katana uit je favoriete anime, vind ik serieus best wel tof gedaan. First Look moet er alleen nog wel een beetje in groeien, her en der is nog niet helemaal goed geplaatst, maar hey, het wordt wel een heel stuk leuker zo en First Look Festival is in ieder geval leuker dan First Look. We staan in de e-sports arena First Look Festival, niet het sterkste punt van het nieuwe First Look Festival. ESL had hier natuurlijk eigenlijk mee moeten doen, want dan had je gelijk alle grote e-sporters gehad. Maar goed, er zijn wel toernooien georganiseerd. Was niet het drukste van de beurs, want het draait natuurlijk allemaal om de games. Ja hoor, vorig jaar was de klacht, ja, alle games die we hier spelen, die komen of over 2 weken uit of zijn al uit. Ja, en daar is dit er echt wel wat aan gedaan. Wat dacht je van Battleborn, die hier al te bekijken is en te spelen is? Wat dacht je van The Division, die pas volgend jaar maart uitkomt? En natuurlijk ook nog de titels die in het najaar gaan verschijnen als Rise of the Tomb Raider en Black Ops 3. En de PlayStation VR, heel bijzonder. Er is een demo voor, ongelooflijk druk is het daar ook bij. Maar die hebben ze hier wel. En over die drukte gesproken, ja, dat is het gevolg van als je vette dingen laat zien. Dan wordt het druk. Het systeem waarmee je als VIP zeg maar, eerder toegang kunt krijgen, werkt nog niet helemaal feilloos. Maar ja, rij is rij, succesvol is succesvol. En als mensen eenmaal zin hebben in een game, ja, dan is het nou helemaal druk. First Look Festival 2015 komt tot zijn einde. Het begint al een beetje langzaam leeg te stromen. Wij zijn moe, ik heb ballen onder mijn ogen. Mijn poten doen ontzettend pijn van 2 dagen First Look. Ja, het moest natuurlijk iets meer om de games draaien, iets meer om de ervaring. Ja, e-sports doet wel iets, maar het is een beetje kleinschalig. Er moet nog iets opgepoetst worden, misschien voor volgend jaar. Maar goed, wij hebben het in ieder geval heel tof gehad met onze gamers uit TukTuk. Dat zie je waarschijnlijk ook wel in de beelden. We hebben heel veel aanloop gehad, heel veel gamers. En ja, verder deze ervaring in de video, jullie zien het. Het is top geweest. Qua games, heel veel toffe nieuwe games. Black Ops 3, Rise of the Tomb Raider, PlayStation VR natuurlijk. En nog veel meer. En ja, wij gaan langzaamaan afbouwen. Ja, nog niet, nog heel even. Maar straks gaan we lekker naar huis. Pakken we een biertje. En gaan we lekker slapen. Laters. It's a perfect day for a fight.